Dames, mag ik jullie wat vragen? De komende dagen laat bloemist Rob de Groot 30.000 brieven verspreiden in de gemeente. Daarin roept hij inwoners op om te stemmen. Voor of tegen een asielzoekerscentrum. Hij vindt dat er tijdens de 5 inspraakavonden te weinig naar de inwoners is geluisterd. De mond is gesnoerd en we hebben helemaal geen recht gehad om wat te vertellen. We mochten bij tafeltjes komen om onze problemen te vertellen, maar je werd gewoon niet gehoord. Hier op het terrein van Schakenbos moet het asielzoekerscentrum komen. De eigenaar heeft de locatie zelf aangeboden aan het COA. Maar de Groot vreest dat het nieuwe AZC aan de rand van Leidschendam voor te veel overlast gaat zorgen. Want het is Schakenbos, psychiatrische inrichting. We hebben de wijk Prinshof, hebben we daar zo. Er zit ook al een gevarenzone waar de politie het ook gewoon druk mee heeft. Dat zijn de politie de eigen woorden, dat zijn mijn woorden niet. En dat er nog een keertje bij hier in Voorburg, Noord-Voorburg, zit een asielzoekerscentrum. Rijswijk zit er al een hele grote. Dus nam maar eens ergens anders. Hallo mevrouw. Mag ik u wat vragen? Bart Bakker van het Voorburgs Dagblad helpt bij het organiseren. Wat mij erg is opgevallen, dat zowel meneer Van Aartsen, de burgemeester van Den Haag, als Floor Kist, de wethouder Leidschendam-Voorburg van GroenLinks, geen bewoners centraal aan publiek aan het woord wilden laten. En iedereen voelde zich niet gehoord. Maar die kritiek, daar herkent wethouder Floor Kist zich helemaal niet in. Is de kritiek vooral dat er plenair niks gezegd kon worden. Er mochten aan tafeltjes met ambtenaren mochten gesproken worden, maar niet plenair. Had u dat achteraf misschien toch moeten doen? Nee, want de opzet was juist om zoveel mogelijk mensen te spreken. Want anders, als je iets plenair gaat doen, dan heb je alleen maar een paar mensen die iets kunnen zeggen. Terwijl we juist de hoeveelheid mensen de gelegenheid wilden geven om met ons, met andere wethouders en met ambtenaren te praten. Want dan heb je gewoon veel meer mensen gesproken. Er zijn al een paar honderd stemmen binnen. En er is al een eerste tussenstand. Nou, van de paar honderd is ongeveer 70%, 80% tegen en 20% voor.